zitten we aan puntje 28, groene single, singelfietspad Noordersingel, beheersmaatschappij, samenwerkingsovereenkomst, goedkeuring. Meneer Van Bezien, u hebt het woord. Eigenlijk gaat het hier om twee verschillende dingen, denk ik, die samenkomen in dit punt. En ik zou die graag uit elkaar trekken. Het eerste is een overeenkomst met BAM, dat zij al voorbereidende werken doen voor de uitvoering van de Oosterweel. Nu, de grote vraag is, is dat wel verstandig om op dit moment gaan voorbereidende werken doen voor Oosterweel? Nu, daar gaat mijn vraag straks ook over, dus eventueel kunnen we dat aspect straks bediscussiëren. Het andere aspect is de herhaling van het singelfietspad. En ik zou daar ook inhoudelijk wat op willen doorgaan. Die overeenkomst met BAM is ook totaal niet nodig om werken te doen aan het singelfietspad, wat uiteraard op zich een goede zaak is. Alleen hebben we toch wel wat vragen bij plannen, zoals ik die momenteel denk te kennen, maar misschien ken ik ze niet goed genoeg en kunt je mij verbeteren. Ik heb een vraag over het kruispunt met de Noordersingel vlak voor de Schijnpoort. Daar zou een bypass komen voor auto's richting Sportpaleis. Er is een dubbelrichting fietspad, zoals al die fietspaden, of die nieuwe fietspaden aan de Singel. Maar daar is dus een kruising met die bypass met een dubbelrichting fietspad zonder verkeerslichten. Ten tweede een beetje hetzelfde verhaal bij de op- en afrit van die Hollandse knoop, die er nooit zal komen, maar die hier nog altijd voorzien is. Waar er dus ook een kruising is van een dubbelrichting fietspad met die oprit-afrit. Goed, dat is een zeer gevaarlijke situatie voor fietsen. Wij hebben het daar ooit over gehad in ATV-schepen. Ik hoorde achteraf het gerucht dat daar een fietstunnel zou overwogen worden. Ik kan niet zeggen wie dat gerucht mij in het oor gefluisterd heeft. Want het was u zelf, dus ik wil u niet in verlegenheid brengen. Maar ik begrijp ook dat het misschien technisch toch zeer moeilijk is om daar een fietstunnel te maken. En een derde vraag die ik heb gaat over het kruispunt Buurtspoorweg-Lei. Met de vraag of daar plannen zijn eventueel zelfs om een extra in- en uitrit te maken voor de nieuwe parkingspoor Oost. Nu, dat debat zullen we dan weer op de gemeenteraad voeren. Het gaat mij hier vooral over de vraag van ja, wat zijn daar de plannen precies? En denkt u niet dat de oplossingen die nu in het vooruitzicht liggen eigenlijk gevaarlijk zijn voor fietsers? Ja, Schepen. Ja, meneer Van Bezien, één. Ik ga toch wel een stukje antwoorden op uw vraag, kwit met de overeenkomst BAM. In die zin dat het niet zo is dat de stad nu zegt van BAM, je moet hier van alles beginnen doen, hè, voor alle duidelijkheid. Het is zo dat de BAM, in opdracht van de Vlaamse overheid, zijn taken waarneemt en uiteraard werken opstart ter voorbereiding van, die perfect logisch zijn. Maar daar gaan we straks over discussiëren natuurlijk. Ja. En waar dat we eigenlijk op meeliften. Dus te zeggen, als de BAM daar allerhande werken uitvoert en dus een heraanleg doet, ja, dan is het wel het moment om te zeggen, financieel, van nu liften we mee, want er zijn twee voordelen aan verbonden. Eén, financieel een voordeel. De BAM gaat veel van de kosten daar dragen. Wij gaan een stukje kosten meebetalen. Ook het Vlaams Gewest gaat een stuk kosten betalen. Vandaar dat het met drie partijen is. Als we de BAM hieruit zouden laten en alleen samen met Vlaams Gewest een hoop singelfietspaden aanleggen, wat we trouwens op de rest van de Singel voor een groot stuk gedaan hebben, dan gaan we daar veel meer aan betalen. En dan gaan we niet zoveel kunnen realiseren als we het hebben daar nu kunnen realiseren op dat gebied. Dus in die zin zeg ik u, meneer Van Bezien, je moet af en toe ook een keer de voordelen inzien en dan zeggen van, aha, hier zijn opportuniteiten om een aantal zaken extra te doen. Laat ons die doen, laat ons dat niet laten liggen. Ik denk dat dat belangrijk is. Twee, wat betreft de inrichting, ja, u bent zeer goed ingelicht. Ik weet niet wat ik u nog meer kan vertellen. Ik kan u nog wel een aantal dingen meer vertellen, gelukkig. Want de laatste influisteractie is ondertussen weer al een tijd geleden. We hebben één, het kruispunt Noordersingel bij de Schijnpoort. Het is zo, inderdaad, er komt daar een bypass, zoals er zoveel zijn op de Singel. Hè. Laat ons daar ook heel eerlijk in zijn. Zoals er vele zijn
ook in verschillende constellaties, met verschillende manieren van werken. Sommige met licht, sommige zonder lichten. Wij zijn daar nu samen met de verkeerspolitie ook bezig om te bekijken van wat is nu het veiligste, wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de onmogelijkheden. En wij gaan daar ook een aantal studies rond doen. En we gaan dus hier, om te beginnen, zorgen dat er potentieel verkeerslichten kunnen komen, maar we gaan ze nog niet per se zetten. Want we gaan nu een proefproject doen op een aantal andere plekken om een keer goed na te kijken van wat zijn nu de effecten van het een en het andere. Ik kan u garanderen, in wat ik tot nu toe eruit geleerd heb, is dat dat zeer verschillend is. En dat heeft te maken met op welke manier zijn de fietspaden daar verbonden met het eilandje dat er dan ontstaat. Zijn het fietspaden die er langs de twee kanten recht op komen, of is het een fietspad dat er langs het midden zowel voor de twee kan gebruikt worden, dus zowel naar rechts als naar links. Dus dat is een van de elementen. Een tweede element is inderdaad, hoe staat het met lichten? Gaat het over één of twee vakken die afslagen? Het zal hier gaan over één vak dat afslaagt in de bypass en niet over twee vakken. Ook daar zitten verschillen in. Dus dat soort zaken onderzoeken we nu verder en kijken we naar wat is de veiligste oplossing. De veiligste oplossing en tegelijkertijd ook voor fietsers de vlotste oplossing. Want, en ik neem aan, meneer Van Bezien, dat u net als ik wel eens een keer de fiets neemt en dat u net als ik ook wel een keer over de singelfietspaden rijdt. Ja, voilà. En dan zal u ook gemerkt hebben dat er inderdaad heel veel verschillen zijn en dat je als fietser soms ook gefrustreerd bent omdat je voor een rood licht staat en nog geen 10 meter verder terug voor een rood licht staat. Ik hoop dat u net als ik ook stopt voor de rode lichten. De single wel. Ja, ik hoor hier naast mij fluisteren op de single wel. Ja, je moet dat overal doen, voor alle duidelijkheid. Ah, ja, zeker. Ik spreek ik namens mezelf. Ja, dat neem ik aan. Ja, ja. Ik geef u dat maar mee. Je moet uw partijgenoot erop wijzen, maar overal voor de rode lichten moet stoppen. Ja. Wat betreft de kruising op en afrit, inderdaad, wij hebben als stad effectief gevraagd van bestudeer of dat daar een fietstunnel kan komen. Dat is technisch gezien niet zo eenvoudig. Dat is correct, u bent goed ingelicht. We zijn dat ook verder aan het bekijken. Het is wel zo, en daar hebben we een hele discussie over gehad, dat het dus perfect mogelijk is om dat kruispunt in één beweging over te steken. En ook daar gaat het dan met lichten geregeld zijn uiteraard. Hè. Dus zorgen dat de fietsers in één beweging kunnen oversteken en niet in twee. We blijven dat verder nakijken. We hebben ook gevraagd, en we zijn daar met de BAM, met het Vlaams Gewest, ook verder in discussie, omdat we eigenlijk op meer plaatsen de vraag hebben gesteld rond een verbeterde fietsinfrastructuur. Een fietsinfrastructuur die soms het mogelijk maakt om net gevaarlijke punten te vermijden. Ik denk dat we vandaag bezig zijn in de debatten waar we dan, maar misschien weet u dat ook al, hè, maar ik ga het deze keer niet influisteren, maar in de debatten die we hebben met Vlaanderen, om te kijken van waar kunnen we dan ook op andere plekken in heel dat gebied zorgen dat we een aantal gevaarlijke punten kunnen ontkoppelen van de fietspaden. Het is te zeggen waar we fietspaden over gevaarlijke punten of onder gevaarlijke punten kunnen brengen. Ik denk dat het hier... En ik had liever, ik ga dat heel eerlijk zeggen, ik had daar ook liever een tunnel gezien. Hè, maar als het technisch niet kan, ja, dan ben ik ingenieur genoeg om dat ook weer te aanvaarden. Te zeggen, goed, als het technisch niet kan, dan gaan we het toch zo veilig mogelijk maken met verkeerslichten. Wel met verkeerslichten waar fietsers niet halverwege moeten blijven staan, maar in één beweging over kunnen. Maar dat is dan de beste optie die daar verder voor ligt. Dus we werken daaraan. De buurtspoorweg Leij. Wordt dat een aparte in- en uitrit voor Spoor Oost? Parking Spoor Oost, hè. Tussen haakjes de ing. Het is zo dat inderdaad bij grote evenementen dat ook een plek zal zijn waar zeker bij de uitstroom rekening zal gehouden worden met een extra uitstroom van de park, tussen haakjes ing Spoor Oost. We hebben dat ook volledig in een verkeersmodel gegoten. Maar dat gaat over de uitstroom. Het gaat in principe niet over de instroom. En het gaat enkel over de momenten dat het echt volledig bezet zou zijn, wat uiterst zelden is. Ja, als ik een paar dingen mag zeggen. Er is, ik hoor goed nieuws als het gaat over de op- en afrit Hollandse Kroon, dat daar lichten zouden voorzien worden. Ik denk dat het belangrijk is voor de veiligheid. Ik zou toch twee kritische bedenkingen wel willen geven op uw antwoord.
Dat is één, als het gaat over, jammer, we mogen dit nu niet laten liggen, want BAM gaat mee betalen, hè, en anders moeten we het zelf betalen. Op dit moment is de betaling van die... dat is natuurlijk, BAM is een constructie. Hè. BAM is een onderdeel van de Vlaamse overheid. Hè. En in die zin is dat een stuk vestzak, broekzak. Het Vlaams Gewest betaalt mee, ze laten BAM een stuk mee betalen. Dat is natuurlijk een theoretische... En ook wel juridische, maar in C een theoretische opsplitsing. En dus als de Vlaamse overheid daar mee in wilt investeren, rechtstreeks of via BAM, dan kan ze dat. Hè. Dus dat is een politieke beslissing van waar dat geld komt. Dat is niet een soort externe opportuniteit waar we nu als overheid dat plots vanuit de privé of zo dat geld zou komen waar we moeten opspringen. Dit is een politieke constructie die evengoed op een andere manier zou kunnen. En dit blijft een politieke beslissing, maar dat is de discussie van straks, om nu al te starten met de uitvoering van Oosterweel-tracé. Een tracé die nog niet, waar nog geen beslissing rondgevallen is. Twee, als het gaat over studies. Hè, u zegt, we gaan veel studies doen over wat is er nu veilig voor fietsers als ze bypassen. Ik heb op zich niks tegen bypassen, hè, maar wel, ik ben bezorgd om de veiligheid voor fietsers en de oversteek van fietsers. We gaan daar studies rond doen. Nu, ik heb meer het gevoel dat u geen studies gaat doen, maar dat u gaat experimenteren. Dat is natuurlijk iets heel anders. Hè. Een studie dat wil zeggen dat er bestaande gegevens, bestaande situaties en daar de ongevallencijfers van bestudeerd worden en kijken van welke situaties, welke patronen zien we daarin, waar is het veilig, waar is het onveilig en die onveilige situaties gaan we niet meer creëren. Nu gaat u experimenteren, u gaat dingen uitproberen en kijken, zouden er doden vallen of niet. Ik vind dat niet zo een verstandige manier van aanpak, moet ik zeggen. Schepen. Ja, meneer Van Mezien, over het eerste punt kunnen we waarschijnlijk heel lang discussiëren, maar wellicht zou er niks gebeuren moest vandaag de BAM niet de noodzaak zien om daar een aantal werken uit te voeren. Daar moeten we ook heel eerlijk in zijn. En dan zou er niks gebeuren. Dan zou het Vlaams Gewest vandaag daar geen middelen in steken. Maak u geen illusies. We zouden dat kunnen vragen en dat zou wel eens ooit komen, maar het zou niet nu, straks, morgen of, laten we zeggen, op korte termijn gebeuren. Ik denk dat hier een opportuniteit ligt om op korte termijn met die single fietspaden door te gaan en ik hoop daar nog verder mee door te gaan, voor alle duidelijkheid. Het is de bedoeling om heel duidelijk tot aan de Noorderlaan te gaan met onze single fietspaden. Twee, experimenteren. Hetgeen dat we doen, is straks de facto gaan vaststellen wat er gebeurt op de single op verschillende plaatsen zoals ze er vandaag bij liggen. Dat is wat we gaan doen. Dat is een proefproject, zou je dat kunnen noemen. Of veel aandachtiger gaan kijken hoe zit het nu in al die verschillende kruispunten die we vandaag kennen en die op zeer veel verschillende manieren gemodelleerd zijn. En dat willen we veel scherper gaan bewaken. Dat is de vraag die we hebben gesteld. Want de politie heeft nu een eerste analyse gemaakt van alles wat er is en stelt vast dat het geen simpel verhaal is. Dat is in elk geval duidelijk. En dat de verschillen zeer klein zijn. Dus we hebben gevraagd van, oké, nu gaan we toch eens veel aandachtiger kijken op kruispunten die vandaag bestaan, en meneer Van Bezien, kruispunten die vandaag bestaan aan de single. Hè. En ik nodig u uit, ja, maar en waar dat er gevaarlijke bij zit en waar dat er minder gevaarlijke bij zit, en ik nodig u uit om een keer heel dat single fietspad, ik wil dat samen met u wel eens doen, heel dat single fietspad af te fietsen en dan te kijken hoeveel verschillende types van fietspaden of van kruisingen dat er zijn, dat is gigantisch. En ik weet dat, hè, en dat is een van de bezorgdheden die ik elke keer terug aan AWV voorleg, dat is de single, alle fietspaden op de single of alle kruispunten op de single die niet vanzelfsprekend zijn. Dat is een vraag die ik altijd terug voorleg. Want we hebben nu single fietspaden en ik hoop nu ook dat we stelselmatig aan die kruispunten kunnen beginnen. Want dat is heel belangrijk. En dat is een bezorgdheid die ik denk, waarvan ik denk dat we ze samen delen. Hè? En dat is iets, dat is Vlaams Gewest, dat is niet van de stad. Ik kan alleen maar blijven erop drukken en blijven proberen om daar werk van te maken. En we gaan dat doen en we gaan effectief vandaag, op basis van wat we vandaag zien, op al die verschillende kruispunten proberen een veel beter beeld te krijgen van wat er is. En tegen dat we dat kruispunt moeten aanleggen daar, gaan we hopelijk een beter inzicht hebben van wat nu een veilige oplossing is, een goede oplossing, een correcte oplossing, en gaan we die ook toepassen. Dat is de bedoeling. Meneer Van Bezien, ik noteer alvast de uitnodiging van de schepen om samen met hem het singelfietspad af te fietsen om te zien waar dat de zeer gevaarlijke kruispunten zitten. Oké. Okay.
Dat is genoteerd. Dan... Ja. Ja, maar nee, je zegt, we gaan alles onderzoeken, want we weten nog niet wat we gaan doen. Maar ik lees in het besluit dat er een timing is van bouwaanvraag najaar 2014. Dat is eigenlijk nu. Dus eigenlijk zouden we de plannen al moeten afgeven. Dus dat is het enige wat ik nog niet echt begrijp, hoe dat de experimenten die je gaat doen, accorderen met de timing die hier opgenomen is. Ja, meneer Van Bezien, ik heb u dat er juist gezegd, hè. We gaan voorzien dat alles kan, dat er dus ook verkeerslichten zouden kunnen staan. We gaan ze erom nog niet direct plaatsen. Dat is de software ten opzichte van de hardware. De weg kan je straks niet anders inrichten, maar je kan er gerust nog een verkeerslicht bij zetten. Oké. Dat recupereren we van ergens anders. Oké.